Breda Nu. Je weet het meteen. In het kader van de jaarlijkse Brazil Network Day hebben de ambassadeur van Brazilië en de heer Bert Pauli namens de provincie Brabant op avans een overeenkomst getekend waarin verdergaande samenwerking is afgesproken op het gebied van benutting van biogrondstoffen. Studenten van Avans waren eerder al op bezoek bij de Universiteit van Viçosa om daar kennis te brengen en te halen. En dat heeft indruk gemaakt. Well, they are very good, usually. Very good students, very independent. So they really make their own projects, they go for it, they go to the labs and develop it, but always with a thinking on applying it. So that's quite good. Voor Avans zijn biogrondstoffen al meerdere jaren een belangrijk item op de agenda. De biobased economy is voor Nederland heel erg belangrijk, omdat Nederland eigenlijk niet meer afhankelijk wil zijn van andere landen met betrekking tot gas- en olieproducten. Daarom wil Nederland gaan investeren op natuurlijke bronnen, zoals biomassa. En wij hebben samen met Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool en VHL Hogeschool, hebben gekozen om met Brazilië samen te gaan werken, omdat Brazilië een hele grote volume heeft aan biomassa, wat ze nog niet gaan verwerken naar hoogwaardige producten. Te benoemen bijvoorbeeld fijne chemie, we hebben het over medicijnen, afvalwater, de nutriënten eruit behalen om dat weer terug te brengen naar het land en dat soort onderwerpen. De provincie Noord-Brabant ziet in de samenwerking met Avans een kans om in de toekomst meer bedrijven uit Brazilië naar Brabant te halen. Zijn er al nieuwe bedrijven op komst naar Breda? Ja, zo snel gaat het niet natuurlijk. Hè. We zijn 2 jaar geleden voor het eerst zijn we naar Brazilië gegaan en Avans in Breda heeft daarin fantastisch werk verricht. Vandaag gaan we de letter of intent tekenen over de samenwerking. Die gaat eigenlijk maar over 2 onderwerpen. De biobased economy. Hè, hoe kun je wat we doen met suikerbieten in West-Brabant en wat we kunnen doen met plantenresten. Hoe kun je dat omgezet in nieuwe toepassingen, nieuwe producten. En het tweede waarover we praten, dat is het energievraagstuk. Dat is een groot vraagstuk in Brazilië en hebben wij de expertise van huis. En we hopen dat nu die samenwerking komt tussen Avans en de hogescholen en universiteiten in Brazilië, er een soort luchtbrug komt in uitwisseling tussen studenten. En via die studenten hebben we dan ook de uitwisseling tussen de bedrijven.